Welkom bij deze video van manuele fysiotherapiepraktijk Paramed. Deze oefening is bedoeld om de mobiliteit van de lage rug te verbeteren in de richting van extensie, oftewel het strekken van de rug. Ga hiervoor op de rug liggen, bijvoorbeeld op een bed of een bank, eventueel met het hoofd ondersteund op een kussen. Zet de voeten bij elkaar waarbij de knieën gebogen zijn en beweeg gelijktijdig de knieën van binnen naar buiten, waarbij een stretch gevoeld kan worden in de spieren aan de binnenzijde van de bovenbenen. Er kan enige druk en of spanning in de heupen gevoeld worden en waarschijnlijk ook strekking in de lage rug. Houd deze beweging ongeveer 5 tot 10 tellen vast, afhankelijk van de instructie. Herhaal deze oefening 6 tot 10 keer of zoals uw fysiotherapeut u heeft aangeraden. Belangrijk is dat de oefening comfortabel kan worden uitgevoerd. Deze oefeningen kunnen het beste rustig worden uitgevoerd, waarbij veiligheid voorop staat. Het kan wel zijn dat er enige spierpijn ontstaat. Dit is een normaal effect en zou binnen enkele uren tot een dag weer moeten verdwijnen. Een pijnlijke reactie op deze oefening is niet de bedoeling. Wanneer dat gebeurt, neem dan contact met ons op voor overleg.